zit ik hier even gezellig bij Laplace een broodje te eten. Ik heb de was in de wasmachine bij de wasserette gedaan, voor het eerst. Hier beneden is de Jumbo. Nou, gezellig. Dit hoor je dus ook zo'n beetje de hele nacht. Ik vind het niet erg. Ik hou er wel van. We zijn bij Sanne en David. Ja. En we gaan nu naar beneden, want we gaan een nieuwe auto bekijken. Spannend. Nou, kijk jongens, dit is hem. Geweldig. Hartstikke mooi. Ze zijn er zo blij mee. Hele mooie auto. Nou, we zijn er super blij mee. Weet je wat, de eerste auto. Ja, heel leuk. Mooi hoor. Kijk op mijn bril. Wat is er? Doei. Nou, die is ook nog kapot. Doei. Nou, zit ik hier op het werk. Heel vroeg. En heb ik een heerlijk koekje. En het bijzondere aan dit koekje is, heeft mijn dochter gebakken. Nou, ze zijn heerlijk. Er zitten macadamia nootjes in. Nou, op de vroege morgen gaat hij er best wel in, met een kopje koffie. Kijk, nu wel. Kopje koffie erbij. Die andere daar ook natuurlijk. Kijk, dan ga je hem zo omhoog. Vind je dat wel leuk? Kijk, en dan doe je dat lampje. Doe het lampje maar in mijn. Kijk, dan kun je nog even lezen s'avonds. Hartstikke leuk. Nou, we zijn weer onderweg. Hallo allemaal. En waar rijden we heen? Naar Borger. En wat gaan we doen in Borger? Nou, we gaan wanneer? 9 juni gaan we naar het Bluesfestival in Groningen. Ja, we gaan nu naar Nuverstee. Camperplaats Nuverstee. We zijn ook al eens eerder geweest. Dus, ja. Nou, het is slecht weer. Dus, Jurgen is vrij, hartstikke leuk. Dus ik hoop dat het een beetje beter weer wordt. Ja. Het is nu heel slecht. Ja. Dus, het regent en het waait ontzettend hard. No. Hunebed Highway. We staan weer in Borger, camperplaats Nuverstee. We staan op hetzelfde plekje als de vorige keer. Nou, hier blijven we dus in elk geval tot vrijdag. We gaan donderdag naar het Bluesfestival in Grollo. En dan vrijdag weer naar Groningen. Mooie camperplaats hoor hier. Jammer van het slechte weer. Het gaat net weer regenen. Ik ga nou weer naar binnen. Nou, we zijn even aan het de route aan het verkennen. Vanaf onze camperplaats naar Grollo. Dus, nou, kijken hoe dat gaat. Ik zie alweer een paddenstoel. Ik denk zelf dat we linksaf moeten. Kijk, het festivalterrein. Ja, dat is wij ook natuurlijk. Erwin is weer alweer aan het praten natuurlijk. Leuk hè? Oh, we hebben er al zin in hoor, als het weer maar wat beter is. Want het is zo slecht weer, zulk slecht weer. Als je met je ogen dicht zou rijden en je zou zeggen het is oktober, dan geloof je het ook. Het is hartstikke koud, modregen, verschrikkelijk. Niks aan.
En ja, dat had hij een skatepad. Dat is toch enig. Ja, er wordt druk opgebouwd. Leuk, ja. Eerbetoon aan Harry Musquet. Leuk hoor. Ook een vraag zeker. Zei jij? Heb je dit ook al gefilmd? Nou, moet ik hem vragen of zo? Maar dat is niet gefilmd. Nee. Waar moeten we nou heen? Nou, we kunnen hier een kop koffie drinken, maar is nog dicht zeker. Nou, kom hier maar. Nou, we kunnen even langs het Harry Musquet Museum misschien. En die, daar kunnen we misschien wel een bakje koffie drinken. Oh, wat zei hij? Oh. Nee, dat denk ik ook niet. Nou, daar is wel een kruising. Voor wie? Voor Dania. Oh. Ja, ik vind die boomst het leuk. Die wordt 40. Hè? Is die boomst niet leuk? Soms voel ik me best wel een beetje oud al. Mm-hmm. Ja, die boomst die. Ja, je bent gewoon oud. Daar ook leuk dingetje. Je bent oud. Ik ben oud, ja. Heet. Lekker kippelingetje, jongens. Mm. Ik heb vandaag Tom Kakai gemaakt. Een plakje brood erbij gedaan. We gaan even naar een ijssalon in Borg. We gaan even een ijsje halen. We hebben nou lekker gegeten. Maar nu hebben we weer zin in een lekker toetje. En de mensen die ons beter kennen, die weten dat we altijd iets zoetigs uit. Iets zoetigs moeten hebben na het eten. We zijn bij de ijssalon in Borger. Lekker. We gaan even wat lekkers uitzoeken. Wat dan hier is dat? Nou, het ziet er echt heerlijk uit. En het is ook heel lekker hoor. Nou, we zijn hier in de ijssalon La Dol. Ze zeggen dat dit de beste ijssalon is van Drenthe. Nou, het is heerlijk hoor. Ze zijn net met de fotoshoot bezig. Nou, lekker ijsje gehad. We gaan nu weer naar de campingplaats. Ja, al hele... Wiebel, oh! Het is ook eindelijk weer droog. Oh! De hele dag heeft het geregend zo'n beetje. Oh! En nu is het lekker weer droog. Oké. Okay. Goedemorgen lieve mensen. Daar staan wij weer. Deze hele speciale ochtend. Want het is namelijk Erwin. Zijn verjaardag. En het is mooi weer nog. Van harte gefeliciteerd, schat. Dankjewel. Dus we zitten lekker buiten. Allemaal bijtjes vliegen hier rond. Heel gezellig. We gaan ervan genieten vandaag. Nou, kijk eens. Lekker taartje erbij. Koptelefoon op. Koptelefoontje op. Dan zet ik lekker muziekje draaien. Heerlijk. Heerlijk. Hiep, hiep. Hoera.
We staan op camperplaats Nuverstee in Borger. Prachtige camperplaats. Kan ik iedereen wel aanraden. Plek om te lozen. Vullen, afval. Een mooi, prachtig toiletgebouw. Keurig schoon, douches, wc's, wasmachine. Een klein restaurantje hebben ze erbij. Ja, het is echt zeer goed verzorgd hier. Mooie tuin, aangelegd. Ik geloof dat er plek is voor 35 campers. Erwin staat alweer te babbelen. Ik heb dit gefilmd op 8 juni. Gisteren was het een en al regen, dus toen dacht ik van nou, ik film maar niet. Eén zo'n kleine... Nou, totale verrassing. We zitten opeens in Italië. Kijk dan, bij het Vaticaan zijn we. Leuk. Nee, we zitten helemaal... plotseling bij een pizzeria. Heel leuk, voor Erwin's verjaardag. Jullie zijn om 12 uur op de dag kwijt. Ja. Ja, klopt. Nou, ja, maar dat klopte ook altijd. Toen wij uitgaan zijn geweest. Je was weer snel bij de stad. En dan zitten we weer bij de ijssalon. Waar ben je echt niet hoor? Ik denk niet dat je verstand is hier al heel gezellig. We zijn binnen. Erwin gaat even muntjes halen. Ja, dank je. En
gisteren hadden we heel mooi weer met het festival. Schitterend weer gehad. Echt mee getroffen. Nou, jullie zien het later wel weer. Ik kwam nog een collega tegen op het bloesjesverval. Oh ja, dat klopt. Angelo, met zijn broer. Grappig. Een hele aardige broer. Broer was eigenlijk leuker dan nog met anderen. Het was gezellig, jongens. We zijn nu bij Daniel. Die weet niet dat wij hier zijn. Angelita heeft een verrassingsfeest voorbereid. De hele vriendengroep is er. Ze heeft gekookt voor iedereen. En de familie is er. En nu is het wachten op Daniel. Hij gaat naar huis. Oh, hij ziet nou dat hij toevallig daar gaat. Hij ziet mij. Ik heb die deur Hij moet bellen. Moet hij bellen? Hou je nou stil? Lang zal die leven, lang zal die leven. En weer wat nieuwe shirtjes. Ja. Oh, leuk. Nikke. Wat is dit? Oh, lekker worstje. Ja, wat is het dan? Wat voor worst? Oh. Gaan we naar Rome? Oh, nee. Dat is alleen platte grond. Wat leuk. Wat leuk zeg. Ja. Je gaat naar Rome. Dan het shortje, eerst de zout, dan het shortje, dan het shortje. Ja, hij heeft helemaal de verkeerde volgorde. Nou, wat een mooie lucht. Ja, zitten wij er niet mooi bij nu? Heerlijk. Dit was hem weer voor deze keer. Midden in de landerij. Ja. Hartstikke goed dat jullie weer gekeken hebben en ja, op naar de volgende. Als je nog geen abonnee bent, dan kun je nog abonneren. Ja, je kunt belletje aandoen, dan krijg je elke keer een melding als we een filmpje erop hebben. En een reactie is altijd leuk. Ja. Nou, het was weer een hele leuke week. We hebben een volle week gehad. We hebben weer druk gehad. We hebben natuurlijk niet alles gefilmd, want het zijn altijd maar flarden van onze avonturen. Ja, maar het was een leuke week voor ons. Dus ik zou ze zeggen... Dat jullie er ook plezier aan beleven. En zullen we zeggen tot volgende week? Tot volgende week. Hey, tot volgende week. Doei.